Een paar uur nadat Simire veilig bij de politie is, wordt de man aangehouden. De arrestatie wordt gefilmd met een telefoon. Deze man ging met een 14-jarige meisje. Het is dan rond 7 uur 's avonds als de man terugkomt van zijn werk. Daar wacht de politie. Die houdt al de hele dag zijn huis in de gaten. De man wordt ervan verdacht dat hij Simire onderdak zou hebben geboden tijdens haar vermissing. Vandaag komt daar nog een verdenking bij. Daarnaast is er in zijn woning een doorzoeking geweest en daarbij zijn aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. En dat maakt dat er nu ook een verdenking is ontstaan voor ontucht. Maar dat zoeken we nog tot op de bodem uit. Ook wordt daarbij onderzocht of de man haar mogelijk gedwongen heeft tot seks. Seks met een minderjarige is altijd strafbaar, maar als er daarbij ook nog sprake was van dwang, dan maakt dat het een ernstiger strafbaar feit. De verdachte zit in de cel. De rechtbank bepaalde vandaag dat hij de komende 2 weken vast blijft zitten.